Hoi, ik ben Filip en ik zit op de Allen-Turing-school. Mijn naam is Yahya. Mijn naam is Cyron. Ik ben Angeli en ik zit op de Allen-Turing-school. Hoe ziet de wereld er over 25 jaar volgens jou uit? Ik denk dat de wereld er over 25 jaar veel schoner uitziet. En ik hoop dat ook. En dat er veel meer gelijkheid is tussen mensen. Ik hoop dat de wereld op zich wel veel opgeruimd is met met het klimaat en plastic in de zeeën. En dat ik mezelf ook terugzie op de USB-stick. Over 25 jaar denk ik dat er nieuwe technieken zijn van auto's, vliegtuigen. Auto's die kunnen vliegen of zo. Ik denk dat het VOC-schip er over 25 jaar ietsjes nieuwer uitziet. Het VOC-schip is dan wel verouderd. En misschien zijn er wel nieuwe dingen bijgekomen. En er werken natuurlijk ook nieuwe mensen, dus zijn er ook weer nieuwe verhalen erover. Als er nog bijvoorbeeld corona is, dan denk ik dat er soort van poorten zijn waar je soort van nu kan scannen of zo. Jij zit nu op een school. Gaan kinderen over 25 jaar ook nog naar een school toe? Ja, want dat is wel heel erg belangrijk, want als je geen school hebt, dan heb je ook geen toekomst. Mijn boodschap is om goed naar je ouders te luisteren. Die hebben altijd goede tips en zijn altijd wel slimmer dan jezelf soms. Mijn boodschap voor de kinderen die dan 11 jaar zijn, is dat je altijd gewoon moet luisteren naar je moeder en vader. En gewoon blijf aardig, blijf luisteren naar andere mensen. Mijn boodschap voor de kinderen over 30 jaar zijn: maak iets van je leven en doe gewoon wat je leuk vindt om te doen.